Recap op Periscope. Janice, hoi. Heel veel vragen gekregen over pigmenten. Ik zie dat het is helemaal in de trend zijn. En ik zie dat sommige nagelstylisten bestellen het in Amerika. En ik denk, waarom moeten wij het in Amerika bestellen? We hebben het. Alleen ik moet meer vertellen. Hoe werken deze pigmenten precies? Op welke manier kunnen jullie het gebruiken? Persoonlijk, wij vinden het geweldig. In mijn praktijk gebruik ik het iedere dag. Dus ik wil aan jullie ook vertellen wat hebben wij in ons assortiment. Aan het begin wil ik zeggen dat het is helemaal goedkoop. Hoeft niet in Amerika bestellen en betalen verzendkosten. Potje van onze pigmenten, 3 milliliter, kost 4,95. Het is mooie chroompigment. Klein beetje wazig geworden, ogenblikje. Ja, nu is goed. Het is mooie goudpigment. Het is chameleon pigment paars, chameleon pigment zilvergroen, chameleon pigment goudgroen, chameleon pigment turquoise en chameleon pigment blauw. Ook hebben wij multipigment, 12 kleuren, die werken ook precies net als chroompigmenten, 12 kleuren. Maar de lievelingste natuurlijk, het is chroompigmenten, het is deze zilver, die nu is helemaal in de trend. Dus ik begin van deze chrome pigment. Algemeen werken deze pigment hetzelfde. Jullie kunnen het op verschillende manier brengen. Op kleeflaag, van bepaalde kleef moet zijn. De beste van zwarte achtergrond. Werk foil gel zwart. Jullie kunnen het of 2 minuten in UV-lamp of 1 minuut in LED-lamp uitdrogen en daarna op kleeflaag brennen pigment poetsen. Ik poets het met zachte penseel. Ik heb in mijn assortiment gewoon de Ombre 1. Die is met Kolinsky Hard, dus het werkt perfect. Kunnen proberen natuurlijk met sponge, maar eerlijk gezegd, bij mij werkt met sponge niet. Het maakt kruisen, krasjes. Dus ik prefer, ik gebruik zachte penseeltje. Tweede manier, wij kunnen het brengen op half drogende, gelakte met gel zonder kleeflaag. Dus half tijd uitdrogen. We hebben nog een klein beetje kleeflaag. En daarop verschillende kleur kunnen wij het doen. En derde mogelijkheid. Het is op verschillende kleuren van jullie gel. Gewone gel wat jullie hebben. Of gel polish. Verwijderen kleeflaag met droge zelfstofdeppers. En daarna pigment poetsen. Dus het was een klein beetje theorie. Nu, ik zie dat wij zijn met 16 personen, kunnen wij het in praktijk doen. De beste, hoe Chantal, het werkt het op zwarte achtergrond. Dus op deze gel, op deze tips heb ik gedaan foil gel black. Spannend, inderdaad. En kleeflaag precies genoeg om te beginnen. Wij nemen chroompigment en mijn advies gebruiken stofzuiger omdat chroompigment heeft kleine deeltjes en deze deeltjes vliegen overal. Dus wij moeten het niet ademen, maar liever in onze stofzuiger gaan. Zo ziet chroompigment uit en wij beginnen. Tadaa! Zo, jullie zien dat het is spannend, maar echt snel en makkelijk. Zilver hebben we gedaan. Ja,
Volgende vraag. Hoe zitten deze nagels op klanten uit? Als wij brengen alleen maar één laag top gel, het is niet genoeg. Dus wij moeten goed beschermen om draagbare nagels te krijgen. Mijn advies: gebruiken dikke multitop gel. Ik heb het uitgeprobeerd voor waterdecals, dus ik weet dat het werkt precies. Het werkt zeker. Multitop gel. Ik gebruik hem voor waterdecals. En waterdecals, het is niet makkelijke spul. En nagels met waterdecals die afgesield met multitop gel blijven draagbaar 4 of 5 of 6 weken. Dus ik gebruik gewoon multitop gel, net als eerste laag. Kijk eens hoe dik is die. Ik hoop jullie kunnen het zien. Deze gel is echt dik. Kunnen het zien of niet? Ja, ik doe nog een keer. Ja, dikke druppel. Ja. Ik multitop gel altijd koop. Ik heb flexitop van jou, werk dat ook liefst, Bianca. Bianca, de flexitop gebruik ik voor mooie glans. Maar om te beschermen of af te zielen, het is niet genoeg. De dikte misschien niet genoeg. En omdat chroompigment heb geen kleeflaag, moeten wij goed afzielen onze producten. Of waterdecals of pigmenten moeten goed afgesield worden. Oké, dus ik breng nu multitop. Als jullie willen mooie glans, dan moeten een UV-lamp gebruiken. Maar ik gebruik boven flexitop, dus hoeft niet. Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Ik doe het in ledlamp. Oké, dames. Hetzelfde, ik laat jullie zien met goudpigmenten. Het werkt echt snel en makkelijk. Goudpigmenten, kunnen jullie goed zien? Ja, ik doe het alweer op. Кто тут? Это я, Корнелия. Я живу в Голландии. Здравствуйте, возле Амстердама. У меня своя торговая марка, которая называется Корнелия. Я помогаю голландским ногтевым стилистам делать красивые ногти. Volgens mij heb ik mijn collega's gevonden uit Oekraïne of uit Rusland, maakt niet uit. Stoit 4,95. Грубо говоря, 5 euro, баночка 3 milliliter. Ja, ik blijf vertalen hoeveel kost dat iemand heeft gevraagd. En ik heb gezegd dat het kost alleen maar 4,95 potje 3 milliliter. Ook binding is verloren. Waarom? Nee, wij zijn terug. Met welke pincel? Ik heb in mijn praktijk, in mijn assortiment gevonden, zachte pincel, ombre, met Kolinsky haar. Dus ik gebruik, ja. Waar is mijn haartjes? Где сердечки? Genoeg haartjes. Ik doe het niet voor haartjes. Ik wil het vertellen dat wij hebben het... dichtbij. Ik hoef niet in Amerika te bestellen. Rechtstreeks op de kleur gel. Wat? Kolinsky haar. Ja, precies. Het is Kolinsky haar. Het is Saboli volos. Wij gebruiken... Komt verbinding terug. Ik zie dat verbinding is teruggekomen. Kun je het penseel schoonmaken en voor meerdere kleuren gebruiken? Ja, als jij gebruikt het... спасибо, Ирочка, спасибо за сердечки сиреневые. Вы выбираете Kolinsky haar, и это захте haar. И если вы дрогий пенсел выбираете, это означает, что это хат не рин. То есть вы можете хат макалыка об онзе стовсайхар схон макан, и дис олвир схон. Алэн вы можете халас хат не мир фуджел выбираете, потому что это перфектный пенсел ом омбре, ты макан мет техник тук-тук-тук. Met techniek om te poetsen.
ombre. Dus wij kunnen glas het niet gebruiken. Wij moeten twee penselen hebben. Eén voor ombre, voor gels en tweede om te poetsen. Jullie kunnen proberen met sponge of met andere pensel voor make-up. Het is geen reclame voor pensel. Ik zeg alleen dat ik had haast. Ik wilde niet wachten op andere penselen. Dus ik heb van mijn assortiment genomen pensel met Kolinsky haar. Het is ombre. Pensel ombre van. Van Cornelia. Zien we het goed of niet? Ik weet niet waar mijn camera is. Alex, help me. Ombre. Oké, wij gaan verder, dames. Nog een keer herhaal dat het is niet zo moeilijk om chroom op nagels te maken of pigment te poetsen. De belangrijkste, deze nagels draagbare maken. En als jullie dunne top doen, dan krijg je na twee dagen een probleem dat pigment op de topjes gaat los en krijgen jullie zo'n effect. Kijk eens. Jullie krijgen zwarte topjes van nagel. Is het mooi? Ik denk het niet. Zwarte topjes van nagels, ja? Dus mijn advies, goed afzielen. Gebruik een top die jullie gebruiken altijd om waterdikkels te beschermen. Ik gebruik in deze geval multitop van Cornelia, omdat het is dikke top die kan goed afzielen alle producten van Cornelia. Voor nail art gebruik ik hem, voor verschillende designen, natte designen. Het is mijn lievelingste top. Ja, multitop staat op onze website en die is om te koop. 15 ml kost 19,95. Als ik heb het met multitop gedaan en daarna doe ik gewoon een top. Ik gebruik flexitop omdat die is zonder kleeflaag. Кристина, я даже не знаю, почему мне ничего не видно. Ой, я смотрю на iPad, у меня все видно. Может быть, у вас соединение плохое с интернетом. Но в любом случае мы этот фильм запишем и поставим на YouTube. Так что вы сможете это посмотреть в повторе. Ik zeg dat deze filmpje wordt opgenomen en op YouTube gezet. Dus maak niet zorgen, jullie kunnen het nog een keer of een paar keer nakijken op YouTube. Na één keer met multitop, ik gebruik daarna flexitop. Waarom? Omdat ik hou van flexitop, die is zonder kleeflaag. En ik kan hem gebruiken op gel polish, op natuurlijke nagels, voor nail art. Het is geen glas top, het is top zonder kleeflaag die flexibel is. Dus op multitop, ik breng nog een laagje flexitop en na 2 minuten in UV-lamp of 1 minuut in LED-lamp, het is klaar. Op deze manier krijgen wij draagbare chroom nagels. Oké, maar is het zwarte top, ja, ik hou ook van flexitop, ik gebruik hem overal, bedankt. Is zwarte achtergrond enige die kunnen wij gebruiken voor deze pigmenten? Ik denk het niet. Kijk eens, het is zwart en zilver op zwart. Magnetiek hebben ook nieuwe pigmenten, goud, zilver en brons. Is het verschil? Persoonlijk kan ik niet zeggen welke verschil, omdat in mijn assortiment heb ik pigmenten goedkoop. Misschien verschil alleen in prijs. Mijn pigmenten kosten 4,95 euro, 5 euro. Ik denk als jullie bestellen ergens anders, die kost zeker duurder. Dus verschil in pigmenten misschien niet, maar in prijs wel. Deze pigmenten heb ik gebruikt om zwarte achtergrond. Ja, Janice, waarom moet je deze kopen? Koop gewoon bij ons. En kijk eens, ik heb hier ook gedaan op camouflerende nagel. Dus jullie kunnen zien verschil. Dat op camouflerende nagels, het werkt ook. Maar hoe moeten wij het doen? Ik ga vertellen. Nu, als wij kijken naar deze nagels, Alex probeer het nu laten zien, deze nagels,
Kijk eens, deze zilver pigment heb ik ingepoetst op zwart, op wit, op camouflerende, op rode, op turquoise, op blauw en op paars. Dus ik heb op verschillende kleuren ingepoetst. En jullie kunnen zien dat zilverpigment heeft overal verschillende tint. Goudpigment. Deze is goudpigment. Heb ik ook gedaan op paars. Ja, ik heb genoeg op voorraad, dames. Op groen. Op natuurlijke nagels, camouflerende, op wit, op zwart, op groene en op rood. En alweer andere tinten krijgen wij gewoon met één potje. Eén potje goudpigment en één potje zilverpigment, chroompigment. En wij krijgen verschillende tinten, omdat wij gebruiken andere achtergrond. Op welke manier kunnen wij deze achtergrond gebruiken? Op twee verschillende manieren. Jullie moeten begrijpen dat chroompigment heeft niet zoveel kleeflaag nodig. En ik gebruik foil gel black, omdat bij deze gel heb ik precies goed kleeflaag. Die is niet nat. Als wij hebben gel polish, bijvoorbeeld, nemen wij gel polish kleur 22, mag niet uit welke kleur, ik heb gel polish. En na uithouding onder de lamp, deze gel polish is deze pigmenten en de ombre pencil op jullie site. Pigmenten staat in afdeling pigmenten en ombre pencil 1 Wayne staat bij de penselen. Wat moeten wij doen? Wij moeten gewoon kleeflaag met droog zelfstofdeppers verwijderen. Een soort van poetsen met droge zelfstofdeppers. Geen alcohol gebruiken met droge zelfstofdeppers. Dus wij maken het glad, maar niet niet nat. En daarna gebruiken wij verschillende pigmenten, maar nu wil ik aan jullie laten zien 5 chameleone pigmenten. 1, 2, 3, 4, 5. Eerste, het is paars. Tweede, het is groen zilver. Derde, groen goud. Vierde, turquoise en vijfde, het is blauw. Het mag niet uit welke nemen wij. Ik denk, ik neem gewoon groen, die in de middel staan. En herhaal nog een keer, dat na uithouding gel polish, ik heb twee laagjes gedaan, ik heb met droge zelfstofdeppers kleeflaag verwijderd. О, Юли Кунензелов, это Кристиночка, ты можешь сама набор себе составить. Мы продаем все баночки в отдельности. Главное, чтобы вы видели отличия. Повторяю еще раз. Номер один это сиреневый. Два это серебристо-зеленый. Третий это серебристо-золотисто-зеленый. Потом идет изумрудный. И потом идет сапфировый. Ik neem groen met goud en poets op onze nagel. En tadaam! Cookies dichtbij. Wat hebben wij gekregen? Я спасибо. Спасибо, делюсь с вами своим опытом. Вай хэбэ ок металлик
effect gekregen met chameleon pigment. Alleen herinner nog een keer dat we hebben kleeflaag of verbodige kleeflaag verwijderd met droge zelfstofdeppers. Очень мой, очень красиво, Кристина. Русский и голландский в одном флаконе. Поскольку этот ноготь мне не надо носить, я его покрою просто гелем без липкого слоя, который называется Flexitop. Um dat deze nagel wil ik niet dragen bij klanten en het is alleen het is potje. Potje. 3 gram potje en daar zit pigment. Ik lak het gewoon met Flexitop, maar herhaal nog een keer. Op nagels van klant moeten jullie goed afzielen, eerst pigment en daarna met top doen. Ja, ik heb het afgezield met Flexitop. En in lamp. Hetzelfde doe ik nog een keer met gewone gel. Kijk eens, op mijn tafel staat gewone potjes met gel. Ik weet niet welke merk is dat, mag niet uit. Wij gebruiken gewone gel, ja? En na uitharden onder de lamp, deze gel is natuurlijk nat. Dus ik doe precies hetzelfde. Ik verwijder kleeflaag met droge zelfstofdepper. Ik neem pigment en poets het bijna in droog nagel. Ja, ik neem paars in deze geval misschien. Of zilver. Zilverpaars. Nee, het is gewoon gel, Christine. Christine, я хочу спросить, вы говорите по-голландски? Мне бы тогда было бы легче говорить только по-голландски. Dus nu gebruik ik zilvergroen pigment. En poets het op droge. Paars met zilver mag ik mengen. Soort van ombre wil je maken. Natuurlijk kan je half doen met zilver en half met paars. Mag niet uit. Op tweede nagel doen we dat. Oh, perfect. Dus als kan je heel goed praten, ik hoop dat kan je me goed verstaan. Oké, dan ik vertel alles in Nederlandse taal, dat wordt voor mij makkelijker. Oké, dus we hebben in deze geval zilverpaars gebruik. En dat op gewone gel, die zat zo uit in potje, hebben wij deze kleur gekregen. En alweer, omdat het is geen nagels van klant, het is gewoon voorbeeld. Ik lak het met gewone flexitop. Dat ik hou van mijn flexitop. Pencil als nota groetjes Bianca. Oké, groetjes Bianca, groetjes terug. Oké. Paars. Iemand heeft gevraagd of kunnen wij het mengen. Natuurlijk wel, maar eerst, omdat het was gel, verwijderen wij kleeflaag. Met droge zelfstofdepper, geen alcohol. Dus wij poetsen, soort van poetsen met droge zelfstofdepper. En nemen wij half één pigment en half andere pigment. We hebben nog niet het eerste gebruik, ja? Dus wij nemen half nagel, poetsen wij met de eerste kleur. Ik laat jullie zien wat hebben wij gekregen. Paars, metallic. Ja. En tweede doen we met kleur nummer 2. Zonder plakplaat. Ja, dit is tweede mogelijkheid. Ik ga straks vertellen. En jullie kunnen zien een klein beetje verschil. Oké. Tweede mogelijkheid. Ik heb mijn nagel afgelakt met gel. Bijvoorbeeld, het is gewone gel. Die wil ik onder mijn nagel hebben. Of met gel polish. Net als ik heb daar zilver en goud gedaan op verschillende achtergrond. Daarna lak ik het met flexitop. En half tijd in lamp. Wat betekent half tijd? Als mijn nagels
met een grote doekje zonder alcohol blijven dat in stofjes niet zitten. Iritschka, nee, no, dat blijven niet zitten. Als je gebruikt goede zelfstofdepper zonder, zonder hartjes, zonder watjes, het is perfect. Deze zelfstofdepper trekt precies overbodige kleeflaag en de rest wat hebben wij nodig precies blijft zitten. Is verbinding, hebben we verbinding of niet? Nooit geprobeerd, bedankt. Oké, okay, hebben wij. Dus herhaal nog een keer. Wij hebben nagels met kleur die willen jullie gebruiken. Mag niet uit, het misschien wordt in paars of een blauw kleur. Jullie willen gewoon achtergrond gebruiken, andere kleur, niet zwart. Dus laken het met top gel zonder kleeflaag. En als deze flexitop heeft tijd voor uitharding, 1 minuut in ledlamp, ik leg het in lamp voor 30 seconden, dus half tijd. Als ik leg hem in UV-lamp, ik gebruik alleen maar 1 minuut, omdat in ledlamp het moet 2 minuten zijn. Dus 50% van mijn tijd, ik doe het in ledlamp voor 30 seconden. Waarom? Omdat na volle tijd flexitop heb geen kleeflaag en het is moeilijk om te poetsen. Maar na half tijd, ik heb precies genoeg kleeflaag. En ik wil nu andere pigment gebruiken van collectie multipigmenten. Wat is multipigmenten? Het is pigmenten die laat ons cat eye maken. Gel polish met cat eye effect, magneet effect. Kijk eens, met streepjes. En met deze pigment kunnen wij ook metallic look maken. Dus wij maken nu metallic look, bijvoorbeeld met gold pigment, magic gold 501. Het is een klein beetje andere kleur, jullie kunnen zien verschil tussen pure gold en gold pigment 501. En herhaal nog een keer dat multipigment. Wij noemen multi, omdat je kan meer met deze pigment doen dan niet alleen maar metallic look, maar ook cat eye top of gel polish. Als jullie hebben in jullie salon heel veel oude gel polishes, die misschien dekkend niet goed of ouderwets of niet mooie kleur. Jullie kunnen het veranderen met dankzij multipigmenten en maken mooie cat eye. En met magneet maken leuke nagels van jullie klanten. Met deze magneet. Ja, kunnen jullie maken mooie effecten op nagels van klanten. Nu heb ik uit mijn lamp genomen nagel die half tijd onder de lamp was met flexitop en ik gebruik multipigment en poets het. Jullie kunnen zien dat kleeflaag precies genoeg om te poetsen. En wij krijgen metallic look met klein beetje andere tint hout. Vergelijken. Het was hout van hout en het is hout van multipigmenten. Klein beetje andere tint. Het is meer hele hout en het is meer hout met mat hout, zou zeggen. Ja. En daar is heel veel meer mogelijkheden als jullie kijken naar deze voorbeelden. Deze voorbeelden heb ik helemaal gemaakt met multipigmenten.
фарбилда, да, сколько. Так смешно читать, Кристин, эти голландские слова русскими буквами. Это все храпах ум телезен русише ворден, нейдерландс ворден и русише леттерс. И как хел фил форбилден хемакт, эн нох мир хэбик вэ хэхойт ирлик хэзэхт, хэткост форонс клейнбейте тайт, клейнбейте тайт Niet te slapen, zo zeggen, nachten om te oefenen en proberen. Een leukste manier om te krijgen, om alles duidelijk te maken en draagbaar te maken. Ik probeer eerst alles op nagels van mijn klanten en daarna ik ga op periscope en in onze webwinkels zetten. Omdat ik wil zeker weten dat het werkt perfect en jullie kunnen van deze producten genieten. Het is chameleon pigmenten. Als jullie het doen met matte topcoat krijgen zo'n effect, mooie matte effect. En het is precies hetzelfde, alleen op andere achtergrond. Het is turquoise pigment. Jullie kunnen zien dat het is echt een chameleon is. En het glimt niet alleen met turquoise, maar ook met paars. En het is zilver. Zilvergroen. Die glimt ook met zilver. En met groen en met zilver. Dus chameleon vind ik ook leuke pigmenten. Dus alle pigmenten hebben leuke eigenschappen. Herhaal nog een keer. Dus de belangrijkste die nu helemaal in de trend. Het is chroompigment, zilver, pure chroom en pure gold. Alle pigmenten hebben dezelfde prijs, 4,95. Maar pure chroom en pure gold, het is must have. Die werkt perfect. Daarna kunnen jullie genieten van chameleon pigmenten. Deze 5 kleuren. Chameleon 1, 2, 3, 4, 5. En als jullie willen nog cat eye effecten maken. Die heb ik hier gemaakt. Met roos, met blauw, met groen. Dan kunnen jullie hebben multi pigmenten. Omdat multipigmenten. Pencil, wat bedoel je, Christine, welke pencil? Om pigmenten te poetsen? Of welke pencil om chroomeffecten te maken? Om pigmenten te poetsen. Ik gebruik Ombre One van Cornelia van onze website. Ombre pencil, ja. Omdat die heeft Kolinsky haar. Zachte Kolinsky haar. Maar ik probeer, misschien heb je zachte pencil voor make-up, voor oogshadow. Ik weet het niet. Misschien het is goedkoper, omdat ombre pencil niet goedkoop is. Maar ik gebruik het ook voor ombre. Daarom deze pencil namelijk wordt genomen om mooie ombre, maar op makkelijke manier ombre te maken. En daarna multipigmenten, 12 kleuren multipigmenten. Lilian Groetjes. Mijn pigmenten werken ook perfect. Niet alleen van wildflowers. Wij hebben meer dan wildflowers pigmenten. Dus ik ben nu genieten van leuke pigmenten. Ik hoop mijn informatie was duidelijk voor iedereen en nuttig. Als jullie meer vragen hebben, kunnen altijd vragen stellen. Bedankt dat jullie zo laat slapen niet en blijven met ons. En zie jullie volgende keer. Succes in praktijk!